Welkom terug bij deze uitzending van Mant en Takkie op donderdag 16 januari 2020. Wij gaan verder met mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Toen ik mevrouw Silos belde, heb ik haar aangegeven. U bent op dit moment in Suriname een van de meest belangrijkste vrouwen in het land. Want ze moet dit jaar leiding geven aan twee belangrijke activiteiten. Met name leiding geven aan het onafhankelijk kiesbureau en het projectmanagementteam van de National Risk Assessment. En we gaan vanmorgen meer praten over het OKB. Fijne week, mevrouw Silos, fijne week. Goed, moet ik zeggen. Wel vroeg. Wel vroeg, nou. Ik heb u vroeg uit huis gehaald. Maar geen nood, u bent hier om de samenleving te informeren over de activiteiten van het onafhankelijk kiesbureau. Hoe lopen de activiteiten van het bureau richting 25 mei 2020? Goed, het begint al aardig stressig te worden. Maar ik was al, vooral toen ik voorzitter werd van het projectmanagementteam NRA, zag ik al dat ik bepaalde voorbereidende dingen moest doen en ik moest wachten naar nu. Dus dat heeft wel geholpen dat we nu op schema zijn. We hebben al gezien dat we meer toezichthouders nodig gaan hebben dan vorig jaar, omdat je ook evalueert, of vorige keer dan, je evalueert en het is ook niet de bedoeling dat mensen bijna dood neervallen van de lange uren en het zware werk. Dus we hebben ongeveer 150 RB. Verder kijken naar het toezicht, rekening houdend met allerlei zaken. Kijken wat deze verkiezing, wat je kan verwachten van deze verkiezingen, niet wat uitslag betreft, maar wat calamiteiten betreft. Dan spits je toezicht ook op een aantal dingen. Dus dat zijn we nu bezig te conceptualiseren. Wat gaan we erbij nemen? En een aantal dingen die er gebeuren, denk je van oké, dat hebben we de vorige keer niet gedaan, dus dat gaan we nu wel doen. Een van de dingen is bijvoorbeeld, en ik laat in het midden of het al dan niet terecht is, is het artikel van Ravenberg over de cijfers. Nou, wij schrikken ons lam. We hebben ons intern onderzoek gedaan. We hebben gezien dat uitgaande van de officiële cijfers die wij hebben, dat er enigszins wat verschillen zijn, maar niet van die aard dat meer mensen gestemd hebben dan de kiesgerecht. Ik bedoel, de kiezerslijst is daar. En dat zijn de dingen waar ik ook steeds voor pleit. Waarom moet die kiezerslijst geheim zijn? Laat iedereen het zien. Geef een CD uit met die kiezerslijst. Dat compleet beveiligd is, je kan hem niet uitprinten, je kan het niet veranderen. Het zijn simpele dingen die nu met die technologie kunnen. Maar dan krijg je dit soort dingen niet, dat je een foute, volgens BISA, een foute publicatie hebt gedaan en iemand pakt het op en gaat en maakt een artikel. En als het waar was, dan vind ik, zo eerlijk ben ik dan, hadden wij het ook moeten hebben gezien. Toch? Dus dat maakt baarde mij zorgen. Nou, dat betekent dat je nu opneemt, wat je eerst niet deed, neem je nu op dat onze toezichthouders expliciet moeten meetellen en het aantal kiesgerechtigden dat verschenen is. Het aantal kiesgerechtigden weten we, dat halen we uit die kiezerslijst, maar ook hoeveel er verschenen zijn. Dat hoefden ze niet te noteren. Wel de telling. Nou, dat gaan ze nu wel moeten noteren, om maar iets te noemen. Omdat je alle twijfel dat er ook mag zijn met betrekking tot die uitslag, zal je als watchdog, als toezichthouder, moeten zien te voorkomen. Ja, om deel te nemen aan deze verkiezingen, hebben de politieke partijen goedkeuring nodig van het OKB. En het Centraal Hoofdstembureau. Maar daarvoor moeten ze zich registreren om mee te doen aan de verkiezingen. Is dat proces al ingezet of begonnen? Er zijn politieke partijen die gaan meedingen die nog niet geregistreerd zijn. Dat weet ik.
Maar de registratie bij het onafhankelijk kiesbureau kan op elke dag, elk uur. Is niet aan een tijd verbonden zoals de registratie bij het Centraal Stembureau. Bij ons moet je geregistreerd zijn. Wij zijn een soort glis voor politieke partijen. Je moet geregistreerd staan als politieke partij. Als je bij ons geregistreerd bent, is dat een teken dat je voldoet aan de eisen om je een politieke partij te noemen. En zonder onze registratie zal CHS de registratie om deel te nemen aan de bewuste verkiezingen niet accepteren. Want dan weet ze, onze registratie is noodzakelijk voor de registratie bij het CHS wat in april of maart zal plaatsvinden. De registratie van politieke partijen. Wanneer men zich registreert bij CHS, betekent het dat men aangeeft dat ze deel willen nemen aan de verkiezingen die komen. Er zijn twee verschillende soorten registraties. Bij ons kan het all the way, ook buiten verkiezingen. U moet ons zien als een soort glis, onze registratie. En bij CHS is het gebonden aan de verkiezingen die komen. Dan zegt die politieke partij, ja, ik ga meedoen. Is er een deadline? Bij die van CHS wel. Ik dacht dat het 2 of 3 dagen duurde. Verkiezingskalender heeft u ook niet, anders zou u precies zien wanneer de registratie bij het CHS is. Ik vind ook dat de pers actiever moet worden om aan die info te komen. Hoor. Maar de verkiezingskalender is al uit. En ik dacht maart, ik weet niet precies hoeveel maart, maar ik dacht dat registratieverkiezing, politieke partijen op maart is, want kandidaatstelling is april, dat weet ik wel. U was van 2003 tot 2015 al voorzitter van... 2004. 2004, ja, van het OKB. En u bent weer benoemd in 2018. Wat wilt u beter gaan doen bij deze verkiezingen? Dat zei ik al, we evalueren. Dus er komen punten bij voor het toezicht. Ik heb net iets aangehaald. We hebben gezien dat het aantal toezichthouders op het hoofdstembureau Paramaribo veel te weinig was. Dus dat wordt nu 1 per resort. Dus 17 toezichthouders zullen na de telling op het hoofdstembureau Paramaribo zijn om voor ons te observeren. We kijken ook naar hoe heeft onze mobiele brigade gewerkt. Dat zijn die toezichthouders die rondsurveilleren, kan je zeggen. Met meer mensen enzovoorts. Dus er zijn verbeterpunten die we mee hebben genomen. We hebben gelukkig geen kardinale fouten gemaakt de voorgaande 19 jaren. Dus, maar, desalniettemin, moeten toch steeds dingen verbeterd worden. Want alles wordt je maar matig en middelmatig. En heb je geen vooruitgang en heb je geen ontwikkeling. Weet je, in Suriname houdt men ervan om te doen zoals het altijd is gegaan. En dan zie je dat dit land langzaam is uitgegleden naar een middelmatige samenleving. Bijna zonder ontwikkeling. Het is te hard dat ik het zeg, maar het is gewoon zo. Zo hebben we het altijd gedaan. Ja. En dat betekent dat je geen dynamiek hebt, geen progressie, geen groei, geen ontwikkeling. Maar op het OKB, onder mijn leiding in ieder geval, elk jaar evalueren we keihard elke keer en zien we de verbeterpunten en passen we het aan. Ook 2020 hebben we onze toezicht weer verder verfijnd. Dus we hebben nu ook vast, dat is een nieuwe sorry, een nieuwigheid. In die zin, vorig jaar hadden we ze snel moeten inschakelen, maar nu hebben we vast in ons patroon ICT-toezichthouders. Ja. Wat zijn voor u als voorzitter de uitdagingen? De uitdagingen zijn dat nog meer als voorheen kijkt men naar het OKB en met name naar mij. En ik vind dat niet echt een uitdaging, omdat ik gewoon ben wie ik ben. En ik ga ook blijven wie ik ben. En ik ga ook zijn zoals ik ben. Dus wat dat betreft ben ik wel onveranderlijk.
Maar die uitdaging is wel dat we weten, beseffen dat deze komende verkiezingen, zoals de manier waarop de propaganda zich ontwikkelt en zo vroeg ontwikkeld heeft, doet je vermoeden dat er erg veel, dat er grote belangen zijn, zowel aan de coalitiekant als aan de oppositiekant. En als toezichthouder moet je dan beseffen dat we nog meer ons moeten laten informeren over de security, wanneer die veiligheidscommissie bestaat. Hoe ziet het plan eruit? Omdat we een traditie hebben van vredelievende verkiezingen, die nu ook wel vredelievend zullen zijn, denk ik. Dat is onze geaardheid. Maar je kan er niet van uitgaan dat het vredelievend is als je de verbietenheid nu al proeft, het fanatisme nu al proeft. En je weet ook dat de politieke leiders hun massa ook niet in bedwang kunnen houden. Dat betekent dat je veiligheid ze moet ondersteunen om de massa in bedwang te houden indien nodig. Dus dat vind ik wel een uitdaging deze keer. De voorgaande keren had je geen signalen dat het zo... Van, je weet wel, het wordt een harde strijd, maar niet dat het zo fanatiek en verbeten en toegaat. Maar dit keer zijn de signalen toch wel daar. Ja. Tot slot, komen er buitenlandse waarnemers? Ja, ja, ja. Daar ben ik altijd op gesteld geweest. Voor wat ik op dit moment weet, ik heb mijn buste al maanden geleden geschreven om gevraagd om de organisaties Europese Unie, CARICOM, OAS, een aantal ambassades hier te landen uit te nodigen om te komen observeren. Ik vind dat heel belangrijk dat elke verkiezing je internationale observers hebt. Misschien komen er dit keer nog twee erbij. De Minbisa stelde voor om ook de ACP te vragen. OKB vindt alles goed. Controle is voor mij geen daad van vijandschap. Want dan worden wij ook gecontroleerd, doen we ons werk goed. Dat vind ik heel belangrijk. En verder heb ik de Minbisa voorgesteld om ook Carter Center uit te nodigen, omdat ik een artikel las over hoe Carter Center nu al mensen stuurt naar Guyana om die voorbereidingen te checken. Dus ze geven er veel geld aan uit om die voorbereidingen te checken, de stemming, de telling. Dus wij zien onze international observers zien we, zoals gebruikelijk een paar dagen voor de verkiezingen en ze gaan na de verkiezing weg. Ik zou graag al vooruit, zou ik best wel een organisatie hier willen hebben. Daar staan wij ook niet alleen voor het feit dat wij dus de organisatie in deze pre-electorale fase controleren. Want ook dat behoort tot onze taakstelling. Wij moeten echt die pre-electorale fase observeren, die electorale fase en de post-electorale fase, dat is de telling. En dat geeft men een idee hoe ons werk eruit ziet. Want als men zich verbeeldt dat het alleen op die stemmingsdag is, dan maken ze een grote fout. Nu al zijn we bezig met wat wij noemen de CBB's controle. Nou, niet zozeer de bureaus, maar de straatnaamborden, stembureaulocaties. Het Westen is gisteren afgerond, dan zijn we klaar met het land. En het rapport sturen naar Binnenlandse Zaken in de hoop dat ze er wat mee doen. Maar wij hebben het dan gecheckt. En wij gaan weer checken of ze onze adviezen hebben opgevolgd. En als ze onze adviezen niet hebben opgevolgd, betekent het en er komt de calamiteit daardoor dat het absoluut in ons rapport komt. Dus dat is wat de situatie nu is. Ik hoop dat de organisatie, dat is het ministerie van Binnenlandse Zaken, goed beseft dat het geen ballgame is. Dat het serious business is, vooral deze keer met het fanatisme, de verbietenheid. Je ziet ook hoe men die campagne voert. En
dat is echt coalitie-oppositie. Weet je, dat tonen, dat fanatisme, die verbetering, dat is prima. Maar als verkiezingsdeskundige, die ook getraind is in het kijken naar golven en prognoses te doen en te kijken wat er gaat gebeuren, ervaar ik dit als een signaal. Kijk goed naar security komende, wanneer die veiligheidscommissie er is. Laat je goed informeren. Want we moeten niet gaan denken, Suriname zei ik al, houden ervan. Ach, het gebeurt nooit, het zal nu ook weer niet gebeuren. De laissez-faire-houding die ons land kapot maakt in al haar structuren, moeten we niet gaan tonen. Inderdaad zijn onze verkiezingen zeer vriendelievend, maar er komt een keer dat het stopt. En ik hoop niet dat het deze keer is. Ja, nog snel over National Risk Assessment. Gaan wij die deadline van juli 2020 halen? Ja, dat heb ik toevallig dinsdag binnen het projectmanagementteam besproken. Wij moeten in feite juli moet het rapport bij de regering zijn. Heeft de regering een maand of 6 weken om het te bekijken en dan kunnen ze het op tijd sturen naar de CFATF, de Caribbean Financial Action Task Force. En wij doen ons best. De schedule die we nu hebben wijst wel uit dat we het halen. Maar er kan altijd van alles gebeuren. Op onthoud en weet ik veel, maar op dit moment loopt alles lekkertjes. Loopt gesmeerd. We kregen volgende maand een compliant expert van de OAS hier. Uit Argentinië. Die gaat ons verder richtlijnen geven. Risk-analyst moet ook komen. Risico-analyst moet ook komen. Die gaat ook elke maand on-site zijn voor een aantal werkdagen. De onderzoeksafdeling van de Centrale Bank van Suriname is fully out ingekomen. Wij zelf zijn aardig getraind geworden. De fase waarin we nu verkeren, dat de sectoren zelf hun analyse doen, dat zal eindigen tegen eind februari. Al met al, het is hard werken, het is veel werk, maar we hebben alle hands on deck en de sectoren zelf, vooral de financing sector, de publieke sector, heeft me ook verrast, participeren vrij goed. De non-financial, designated non-financial business and professionals. Dat gaat niet zo lekker. Maar die zal ook op gang moeten komen. Want anders gaan wij die analyse en die assessment zelf moeten doen. En dat betekent dus dat je het risico kan krijgen dat bepaalde sectoren gewoon high risk worden. Mevrouw Silas, bedankt voor uw komst naar Maatentaki. Het was een goed gesprek en wij hopen dat de Surinaamse samenleving meer geïnformeerd is over deze twee onderwerpen. Dank u wel. Dank u wel. Wij gaan een korte break nemen en zijn straks terug met meer actualiteiten in Maatentaki.